Welkom bij Mijn 2020. Ik sta hier naast toproeier Tone Wieten en ons derde kandidatenkoppel bestaat uit Stefan en Gerrit. Hoi, mijn naam is Stefan Keunke. Ik ben 28 jaar en ik woon in Amsterdam. Dag, ik ben Gert Kruiswijk, ik ben 63 jaar en ik woon in Wilnis. Stefan is bezeten van sport. Hij doet het 9 keer per week. Moet je nog een ronde doen? Ik waterpolo 3 keer in de week. 2 trainingen en zaterdag een wedstrijd. Crossfit ongeveer 5 keer in de week. Als mijn lichaam het toelaat. En dan vaak nog een keer yoga of boksen bij elkaar. Dus ik kan wel zeggen dat ik aardig verslaafd ben aan het sporten. Ja, wat ik meest eigenlijk doe is crossfit. Crossfit is eigenlijk een sport, fitness gecombineerd met kracht, uithouding en lenigheid. Ik kom een beetje overwaaien vanuit het leger, vanuit Amerika. Ja, in totaal heb je denk ik 20 à 30 verschillende oefeningen die je onder de knie moet krijgen. Mijn doel voor 2020 is kwalificeren voor de finale van de Beach Throwdown. De Beach Throwdown is een van de grootste crossfit toernooien van Europa, waarin atleten van over de hele wereld met verschillende workouts uitmaken wie van hen de fitste is. Je moet zwemmen, je moet roeien, dat zijn allemaal grote afstanden, zware gewichten, dus je moet wel echt fit zijn. En daarnaast heb je vier gradaties, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Ik wil minimaal in de Alpha of Bravo, dat is de hoogste gradaties. En waarom ik meedoe met dit programma is omdat ik ken mezelf. Ik kan heel vaak doorslaan, nu ook in het sporten. En ik zou graag meer advies willen hebben. Een stukje kracht, trainingsarbeid, intensiteit, misschien ook voeding. Ja, daarnaast is roeien ook een belangrijk onderdeel van het crossfit. Dus ja, als ik daar beter in word, dan heb ik ook meer kans op de finale te halen. Nou, crossfit is voornamelijk niet per se het roeien een heel groot onderdeel, maar meer het ergometeren, dus op de roeimachine. Ja, Stefan kunnen leren is dat misschien zijn roeitechniek zoveel mogelijk te verbeteren. Zodat hij zo efficiënt mogelijk zijn halen kan maken op die ergometer. Ja, de rest van zijn energie kan gebruiken voor de andere onderdelen. Staat van harte gefeliciteerd met je pensioen. Ga er lekker van genieten samen met Dini en veel plezier tijdens de ballonvaart. Ik heb voor mijn werk in allerlei soorten en maten van luchtvaartuigen en vliegtuigen gezeten. Maar nog niet in een ballon, dus dat gaan we nu wel meemaken. Heel leuk. Gert heeft net zijn afscheid gehad bij de luchtvaartinspectie waar hij 40 jaar heeft gewerkt. Nu gaat hij met pensioen en is hij op zoek naar een nieuwe invulling van zijn dagelijkse leven. Ja, wat ik het meest ga missen aan mijn baan is denk ik de hectiek. Plotseling in actie moeten komen op verzoek van de politie of van Defensie voor een onderzoek dat zij aan het doen zijn. Geen helikopters of vliegtuigen boven hun hoofd willen hebben. Wat mij heel erg bijstaat is het pakket aan maatregelen toen er vulkaanas richting Nederland kwam. We praten over 2010. Die ochtend hadden we een vergadering en toen werd ik gebeld super dringend van er kwam vulkaanas richting Nederland en we moesten wat doen. We hebben echt toen de minister ingeschakeld en op de hoogte gebracht. En hem drastische maatregelen voorgesteld, namelijk het hele Nederlandse luchtruim dicht. Dat is ook gebeurd die avond om 7 uur formeel. De praktische uitvoering was natuurlijk al uren daarvoor begonnen bij alle luchtverkeersdiensten in heel Europa. Dat was uniek. Mijn vrouw en ik gaan met pensioen en ook de kinderen de deur uit. Die combinatie betekent dat we op zoek naar een sportieve uitdaging. Dat is mijn doel voor 2020. Beweging vind ik heel belangrijk en daarom doe ik er al het nodige aan. Ik fiets en ik wandel, Nordic walking. En dat gaat gewoon heel leuk. Maar het geeft nog wel het gevoel dat het niet genoeg is. Ik heb nu geen collega's meer, dus ik wil nieuwe mensen leren kennen. En als 60-plusser moet je ook aan je kracht blijven werken, dus daar moet ik ook wat aan gaan doen. Maar de sportschool, nee, dat lijkt me helemaal niks. Dus ik ben liever buiten.
Wat zou nou een mooie eerste stap zijn voor Gert in zijn nieuwe uitdaging? Nou, wat ik begreep is dat Gert ook het feit leuk vindt om nieuwe mensen te leren kennen. Nou, lid worden van de roeivereniging in de buurt is een hele mooie eerste stap. En heb jij niet nog connecties bij verschillende roeiverenigingen waar Gert even aangemeld kan worden? Ik ken wel wat mensen hier en daar, dus dat, als dat nodig is, moet het zeker kunnen. Het derde koppel van Mijn 2020 bestaat uit de jonge god Stefan en de gepensioneerde Gert. Wat kunnen zij nou van elkaar leren? Nou, zoals we eerder al zeiden, Gert wil zijn spierkracht verbeteren. Ja, daar kan Stefan hem wellicht bij helpen. Gert heeft altijd een mooie balans in zijn leven gehad. Hij doet vaak leuke dingen naast zijn werk. Hij staat niet 7 tot 9 keer per week in de sportschool. Dus misschien kan Stefan van Gert juist een beetje leren om te genieten naast zijn carrière. En ook gewoon leuke dingen te doen. Dit koppel gaat dus de aankomende 12 maanden samenwerken. En vanmiddag zagen ze elkaar voor het eerst op de Bosbaan in Amsterdam. Goedemorgen. Stefan. Ik ben Gert. Hoi, aangenaam. Een jonge, supersportieve Amsterdammer. Dat had ik niet verwacht. Hey, maar wie, hoe oud ben je? Ik ben 63. Ja, toen ik me achteraan loop, dacht ik dat mijn opa voor me gewoon dat mijn opa zou kunnen zijn. Stop nu per 1 juli met werk. Mm-hmm. En ja, dat betekent dat je dagelijkse ritme... Er is heel veel tijd over. Die moet... Eigenlijk wel. Ik noem het mijn ontdekkingstocht. En daar past dit geweldig in. Ja, ik denk dat we daar wat aan elkaar kunnen hebben, ja. Ik moet gewoon... Hele rustige man en dat maakt mijzelf al rustig, ja. Heb je zin in? We hebben er super veel zin in. Ja, zelf ben ik wat jong en dan denk ik, oh, ik ga er gewoon voor, volledig voor. En als je iemand hebt waarmee je kan praten die, wat, die het niet op die manier kan doen. Want ja, die heeft natuurlijk heel veel andere omstandigheden, leeftijd, fysieke gesteldheid. Het belangrijkste is dat ik eerst mijn armen weg doe en dan pas mijn benen. Mm-hmm. Dus ik eerst mijn benen doe en dan pas mijn armen kom ik in de knoop, kom ik veel ver. Moet lukken toch? Moet lukken, denk ik. Onderweg kwam hij er ook achter van, eerst met zichzelf bezig zijn, als hij alleen maar... in je eentje roeit, dan lukt het niet om met z'n tweeën ergens te komen. En dat geldt denk ik ook wel symbolisch voor wat hij wil bereiken. Maar dat is een soort stukje ervaring die zo iemand heeft, die luistert gewoon heel goed. Ik ben zelf, kan heel erg onrustig snel iets willen doen. En Gert die luistert en dan word je zelf ook wat rustiger van, dat merk ik. Als we dat inzicht samen houden, dan wordt het gewoon heel leuk, denk ik. Dat is wel knap lastig, joh. Ja. En probeer maar tegelijk te doen. De komende tijd gaan Stefan en Gert met de 3 andere duo's strijden om 2 tickets naar de Olympische Spelen in Tokio. Wil jij deze strijd en hun persoonlijke ontwikkeling het aankomende jaar volgen? Volg ons dan op Instagram.